Gordroog liedje over fluitcabaretiers last van lauging. Het is niet makkelijk, grappige mensen die elkaar aan het lachen maken, maar zelf niet mogen lachen. In last van lauging proberen allerlei comedians zo lang mogelijk niet te lachen. Maar als cabaretier Bas Hoeflaak zijn fluit erbij pakt, barst de boel los. En die video is inmiddels veelvuldig bekeken. Sinds vorige maand staat het programma op Prime Video. Het is een humoristische en soms absurdistische bedoeling. In het programma mogen 10 comedians, opgesloten in 1 ruimte, 6 uur lang niet te lachen. En dat terwijl ze natuurlijk allerlei grappen uit de kast halen om hun concurrenten wel uit hun tent te lokken. Breken zij toch? Dan volgt er een waarschuwing en bij een tweede lach moeten ze het toneel verlaten. Juryleden Philippe Geubels en Jérôme Snelders, bekend van de Belgische slimste mens, houden de boel nauwlettend in de gaten. Degene die het langst zijn of haar lach inhoudt, wint. Het lukt de comedians echt niet zomaar om hun vakgenoten aan het lachen te maken. Maar als Hoeflaak zijn liedje over zijn fluit voordraagt, ontstaat er een droge en melige setting. Het is namelijk een kinderachtig en stompzinnig liedje, maar des te grappiger het wordt. Want hoe langer Hoeflaak zingt, hoe moeilijker zijn collega's het krijgen. Er ontstaat ongemakkelijke spanning bij de cabaretiers, wat erop wijst dat ze worstelen met hun ingehouden lach. Hoeflaak zingt stug door. Ryan Pende is de eerste die breekt. Hij vertelde overigens eerder aan Metro hoe hij zijn deelname ervoer. Later breken ook Saunders en Alex Ploeg. Voor de overgebleven kandidaten, waaronder Henry van Loon, Nienke Plas en Stefano Keizers, die binnenkort weer gewoon Govermeid heet, wordt het steeds lastiger. De omstanders blijven lachen en bemoeien zich zelfs met het optreden. Van Loon beweegt stoïcijns op de muziek om niet te lachen en Keizers probeert vooral heel boos te kijken. Maar als Hoeflaak daadwerkelijk een blokfluit erbij pakt en heel vals op het instrument begint te spelen, trekt ook Van Loon het niet meer. Ik kan er niet tegen. Het was zo grappig, ik ontplof gewoon, zegt hij. De droge video van het programma is op YouTube inmiddels veelvuldig bekeken. Het fragment wordt door kijkers bestempeld als een van de hoogtepunten van het programma. Jochem van Gelder, Ad Jochem Vang, januari 30, 2023. Dennis Mons, Ad Dennis Mons, januari 31, 2023. Kleine waarschuwing, oorwurgen. https://tco7bggrz5sk. Ruud de Vries, Ad Rup de Vries, januari 31, 2023. Mail, Ad Clarkus Cru, januari 30, 2023. Je kijkt last van lauging op Ruim Video.